welkom op de reeks van de mindset vlogs die we gemaakt hebben in het kader van de mindset flow van het Talentenlab. Oké, dan zijn we aan het 8e en laatste deel gekomen van onze reeks. De hele boterham ondertussen. Hopelijk heb je ook al jouw succesjes geboekt. Heb je jouw portie fouten gemaakt? Heb je geleerd van anderen? Het 8e deel hangt eigenlijk daar een beetje mee samen. Hangt ook samen met het extra filmpje waar we coaching voor kinderen aanbieden die in een fixed mindset vastzitten en dus eigenlijk niet alleen vooruit geraken. En daar komen we vlekloos op het 8e element, hulp durven en kunnen vragen. Weer eerst fixed mind, growth mindset. Als je jouw valiesje hebt versus de toolkit. Indien je een valiesje hebt en je moet hulp vragen, is dat eigenlijk een signaal geven van zwakte. Van ik heb het niet, ik weet het niet, het zit niet in mijn valies. En dus de hulpvraag wil eigenlijk zeggen dat je het niet weet. Ik wil graag hulp. Want dan voel ik wil geen hulp, want dan voel ik me dom. Dus dat is het linksuiterste vaste mindset. Die gaan hulpvragen vermijden. In het geval van hoogbegaafde kinderen, en waarschijnlijk gaan Marjolein er ook nog iets voor zeggen, gaan die er zelf niet eens bij stilstaan dat hulpvragen wel eens een optie had kunnen zijn. Omdat ze dat jaren niet hebben moeten doen, zijn ze er zich niet eens bewust van dat hulpvragen een van de oplossingen kan zijn. Een growth mindset, kijken op hulpvragen, is eigenlijk, ik zoek bewust hulp van experts. Zit nou samen met van en zoekt iemand die succesvol is, leer uit de fouten. Hulpvragen is, ja, waarom staat de leerkracht daarvan voor? Dat is net om jou te helpen als je vastzit. Dat is eigenlijk het beste moment, dat is het ideale leermoment. Doordat je een vraag stelt, kan je op basis van de feedback een stap vooruit zetten. En vandaar is hulpvragen, hoe raar het ook klinkt, een van de moeilijke hindernissen waar veel hoogbegaafde kinderen mee zitten. Maar eigenlijk ook niet alleen kinderen. Als je als volwassenen een heel fixed mindset kijk hebt over je potentieel, wat je kunt, en je zit ergens vast in een opdracht die je gekregen hebt van je baas, oké, als je dat dan aan je baas moet gaan zeggen, / vragen van, ja, ik zit eigenlijk wat vast en ik zou eigenlijk wat hulp, ja, dan is dat eigenlijk het signaal van, ja, je hebt hier toch niet de juiste nageworven, dat zit hier niet in mijn valies, ik val hier hopeloos door de mand, dus... Dat is hier niet goed. Ook bij volwassenen is het durven vragen van hulp heel belangrijk. Ook daar zien we de evolutie in het bedrijfsleven, waar dat we vroeger, ik ben ook gestart als developer, alleen in een hoekje mijn programma, en ik deed van aan de analyse tot de opleiding en de begeleiding van de gebruikers in productie. Dus je deed eigenlijk alles. Zitten we nu in een situatie waar dat IT zo complex geworden is, en dat je dus met agile teams, multidisciplinaire teams, is er enorm veel ingezet op dat samenwerken, op fouten kunnen maken en op dus ook hulp kunnen vragen aan elkaar. Want het is niet meer individueel dat je gaat scoren als development team, als agile team. Want ook in andere diensten begint agility en dergelijke zaken meer naar boven te komen. Dus het is de groep die het succes boekt en niet het individu. Dus hulp vragen aan een collega is minder erg, want het is toch een samen uit samen thuisverhaal. Dus fouten maken, heel belangrijk, zeker ook voor kinderen. Dat is fouten maken en hulp vragen. Heel belangrijk om die drempel zo laag mogelijk te hebben. Dus daarom dat ook een fout niet afgestraft moet worden, maar een opportuniteit moet zijn om die hulp te vragen. Het is daarbij heel belangrijk dat het kind zelf dat initiatief neemt. Dus niet dat je direct gaat verpamperen en helpen, maar dat je vooral het kind leert de vraag te stellen voor hulp. Zodat dat dat comfortabel aanvoelt, zal in het latere leven als volwassenen ook heel hard helpen, als dat geen drempel hoeft te zijn van eventjes een collega of een chef aan te spreken, omdat je niet helemaal weet hoe je dat gaat aanpakken. Dus, laatste deel, dus hulpvragen. Ik zou zeggen, als je een van de problemen pakt die je in de afgelopen delen hebt al aangepakt, of een opdracht die je voor je baas moet doen, en dat blijkt toch niet te lukken, de eerstvolgende keer dat je hem ziet, vraag eventueel wat tips. Geef aan dat je het niet helemaal goed begrepen hebt, of dat je er voor het veiligste toch nog een keer door wil fietsen, omdat het gelijk niet sluitend is, het verhaal momenteel. Dus durf hulp vragen.
Kies iets best met een persoon die je ook vertrouwt. Dus leg de lat niet direct zo hoog dat je grootste vijand die je een opdracht gegeven heeft direct gaat aanspreken van ja, ik weet het niet, kan je mij helpen? Doseren is in alles de boodschap. Geen extremen, niet absoluut fix, niet absoluut growth. Dus pak een uitdaging, pak een probleem. Kijk wie jouw hulp kan bieden en vraag effectief hulp voor die opdracht rond te krijgen. Ik zou zeggen, veel succes. Maak nog altijd wel wat fouten, maar begin de fouten ook te delen met anderen en vraag anderen ook om te helpen. Daarmee zijn we rond, want dit is het laatste deel. Dus volgende keer zullen we het hebben over wat Gromy Coach voor kinderen qua trajecten rond mindset aanbiedt, waarom we dat doen, waarom het noodzakelijk is en wat het resultaat is van zo'n traject voor dat kind. Dus hoe komen ze daar? Wat doen we in een notendop? Want natuurlijk, dat zijn reeksen van 6 of meer. Dus we kunnen alleen maar kort aanhalen. En dan, wat zijn de next steps daarachter? Bij leven en welzijn in ieder geval veel succes terug. Was een hele leuke reeks om te geven. Alle feedback weer onder de video toevoegen. Reageren zo snel mogelijk. Deel ook weer met elkaar. Leer van de fouten. Vraag eventueel hulp via de berichtjes. En ik zou zeggen, ja, veel succes en ik wens je een growth mindset toe in zoveel mogelijk projecten die je gaat opnemen. Doei! Bedankt om dit deeltje te volgen tot het einde. Misschien nog een keer kort om af te sluiten en vooral om de eer te geven aan wie de eer toekomt. Het Talentenlab, ga je rechtsboven zie je webshop staan. Daar kan je dus de Mindset Flow downloaden, volledig gratis. Er zijn ook enorm veel cursussen daar beschikbaar. Deel van die cursussen zijn ook cursussen die wij geven in het coaching traject, die in een apart filmpje door Marlijn gaat toegelicht worden. Dit volledige verhaal, Fixed Mindset, Growth Mindset, is gebaseerd op het boek van Carol Dweck, Mindset. We zullen onderaan ook nog de link delen als je geïnteresseerd bent om dat boek aan te schaffen. Ook via de bibliotheek van Gromy Coach kan je een link vinden voor dat boek. Dan misschien ook nog voor helemaal af te sluiten, wie zijn wij? Heel eenvoudig, www.growth-mindset.be of www.gromycoach.be, kom je er ook terecht. Kan je in de wie is wie vinden wie wij zijn. Ondertussen is Gromy Coach een team van, ja, ik ging zeggen 4 man, maar het is 1 man en 3 vrouwen. En eigenlijk is alles gebaseerd op het growth mindset principe. En gaat eigenlijk vanaf kleuters tot bijna bejaarden. Dus we geven individuele coaching en groepscoaching voor kinderen. We begeleiden ouders, intakegesprekken en gesprekken op school. We hebben plusgroepen, zodat hoogbegaafde kinderen leren samenwerken. We doen dat ook voor tieners, geen plusgroepen, maar individuele coaching. En dan hebben we Inge, dus het eerste stuk is vooral Marjolein en Marleen die daar actief in bezig zijn, dus kinderen en tieners. Als we gaan naar studenten en volwassenen, dan bieden we gewone coaching aan en bieden we loopbaancoaching aan. Daar neemt Inge vooral de lead in. Doen we ondertussen zowel binnen als buiten, gezien de coronatoestand, is kunnen coachen natuurlijk ook best interessant. Dat doen we allemaal op maat van de hoogbehaafden, rekening houden met de mindset, denkend aan COVID en vooral ook denkend aan alle kenmerken die de hoogbehaafden hebben. Die toch heel specifiek zijn en maken dat zo'n standaard coaching niet werkt op hoogbehaafden. En dat ze dus een andere stijl, andere aanpak van coaching zoeken. Dus het is een heel uitgebreid traject. Surf zeker naar de site voor meer informatie. Ik zal de link ook hieronder nog een keer steken. In het najaar geven we ook themaavonden rond het onderwerp. Daar zien we echt al naar uit, want die van het voorjaar zijn geannuleerd. En daar vertalen we nog meer in de diepte alle aspecten rond hoogbegaafdheid, rond growth mindset, positive discipline, dus kinderen opvoeden zonder straffen en belonen. De zaken rond de school, en zodat die uitdagingen zijn, dat ze kunnen fouten maken, alles daar rond. En dan in het laatste deel ook voor de ouders, voor zichzelf, wat hoogbegaafdheid voor volwassenen wil zeggen. Dus surf naar onze site. Like ons op Facebook, zodat je ook daar de berichten kan volgen. Er ligt veel op de plank. De plank is eventjes gesloten geweest door corona, maar ik zie voluit om in het najaar met Gromy Coach de lat weer net iets hoger te leggen. We hebben veel geleerd uit de afgelopen maanden.
En we willen in het najaar weer met een aantal unieke initiatieven naar jullie toe komen, zodanig dat we iedereen maximaal kunnen helpen. We zullen ook in intakegesprekken, als we zien dat er een collega is die meer op maat van jouw service kan bieden, zullen wij ook doorverwijzen. Growth mindset, vanuit het perspectief van overvloed, willen we altijd dat je bij de beste coach kan terechtkomen. Want wat voor de ene werkt, werkt voor de andere niet. Dus in ieder geval, surf nog naar de site. We zien elkaar in het vervolg van de reeks. En dan hebben we ook nog het ene deeltje met Marjolein, die ook nog moet komen. Succes en bedankt voor het kijken tot het einde.